Hallo goede reviewvrienden van me. Hoe is het daar? Hier gaat kip en kip en kip en kip lekker. Wat zou onze Ahmed hebben opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Laten we snel gaan kijken. Iets dat aan het rotten is. Ik wil niet heel vervelend doen. Maar hier staat gewoon de schimmel op. En als je dan op de achterkant kijkt tot hoe lang het goed is, staat er 2021. Dus de vraag is het daadwerkelijk verrot? Het zijn bananes séchées. Wat Frans is voor gedroogde bananen. Holy fuck. Oh, ik denk echt dat het verrot is. Nee. Oh, het ruikt eigenlijk gewoon naar vieze gedroogde banaan. Waarom ziet een gedroogde banaan er grijs uit met wit? Grijs en wit betekent meestal dat er schimmel op zit. Hé, dat ruimt. Maar goed, laten we er eentje proberen. Want daarvoor zitten jullie te kijken hoe Jan of iets heets, of iets vies, of iets verrots in zijn bakken steekt. Nou, dan gaan we nou eens even... Oh, die zit ook aan elkaar gerot. Of geplakt. Dit ziet er toch niet echt heel erg lekker uit. Nou, daar gaan we dan. Gadverdamme. Het smaakt naar een hele vieze banaan. Dat is ook niet zo heel erg gek. Want het is ook een hele vieze banaan. Alleen deze banaan is niet smeuig. Zoals gewoon een gele banaan. Nee, deze banaan is gedroogd. En die is nu lekker muf. Ik begrijp niet dat mensen dit voor hun plezier eten. Waarom zou je dit doen? Waarom zou je een banaan net zo lang drogen tot hij er een soort uitziet als een gefermenteerde hondendrol? Dat het grijze schuim er gewoon zo'n beetje opstaat. En dat als je een hapje neemt, denk je, gadverdamme, dat is een vieze banaan. Dit ga je toch niet aan iemand geven? Dit lijken toch net drie vingers van een veenlijk? Ik word hier niet heel erg blij van. Gadverdamme. Deze bananes séchées, wat nog steeds in mijn steenkolen Frans gedroogde bananen betekent, maar ik weet niet helemaal zeker. Misschien is het wel gefermenteerde bananen of gewoon verrotte bananen. Die zijn niet te hachelen. En er is geen enkele reden om een banaan, waar ik toch al niet zo erg gek op ben, op deze manier te gaan bewaren. Gadverdamme. Dus bij deze, voor die gore, stinkende, gedroogde, gore, smerige, stinkende stinkbananen. En drie. Meer is niet waard. Gadverdamme. Echt.